Ja. Hey, Eline. Hey. Wat heb jij in godsnaam bij je? Een bubble tea. Bubble tea. Oh, dat ken ik wel, ja. Ja, echt vet lekker. Lekker verfrissend. Zit allemaal van die bolletjes in met zo'n vliesje eromheen. Met siroop erin. Lekker. Echt super chill. Ja. Hey, wist je dat je dat ook super makkelijk zelf kan maken in het lab, Laurens? Die bolletjes. Echt waar? Ja. Wat cool. Ik kan jou echt bakken met geld besparen. Oh, nice. Ja. Weet je wat? We gaan het gewoon meteen doen. Alright. Ja. Ja. Kom. Let's go. Naar het lab. Dus jij komt mij laten zien hoe ik mijn eigen bubble tea kan maken en daarmee misschien 100 euro's per jaar kan besparen. Kan ik. Ja. Nee. We gaan wel ietsje kleinere bolletjes maken, maar daar zijn ze echt niet minder lekker van. Oh. Ja. Nou. Dus wij gaan aan de slag. Ik heb 2 badjes voor je gemaakt. Oh. Calciumlactaat is er 1 van en we hebben natriumalginaat in de andere. En daar hebben we dus ook gebruik gemaakt van lekkere ranja, zoals we dat in Brabant noemen, of siroop. En wat we nu dus eigenlijk simpelweg gaan doen, is we gaan deze oplossing druppelen in het badje van de calciumlactaat. Okay. En dan worden dus vanzelf bolletjes gevormd. Ja, dus eigenlijk die balletjes, die druppels die ik hierin laat zakken, die worden ingekapseld. En dat blijven dus gewoon bolletjes, die behouden hun vorm. Oh. En je ziet ook die zakken naar de bodem. Ja. Degene die snel zakken, die krijgen, sommigen krijgen een beetje een staartje, denk ik. Ja, dat komt door mijn pipeteervaardigheden die een beetje beperkt zijn. En nu gaan wij ze eruit vissen. Kijk, het zijn gewoon balletjes. Oh, is ja, nee, wat cool. Leuk, hè? Sommige zijn spookjes geworden. Ja, maar dat is ook wel leuk. Zal ik anders... Hier, ik heb nog wel een bekerglas. Oh, dan kunnen slim. We het zo eventjes... Zullen we even overgieten? Ja, dat je eventjes dat zeefje ervoor doet. Hè? Dat en dan blijven die balletjes daar mooi in achter, denk ik. Ja. Wat handig. Ik denk dat we dan al wel een mooi laagje hebben. Ik denk het ook. Oh, wat cool. Kijk, er zijn nu 2 laagjes. Het ziet er net heel ietsjes anders uit. Dus dit is 1 zo'n bolletje. Ja. Wat cool. Zijn ze dan ook echt heel sterk? Nou, best wel. Uiteindelijk, als je er genoeg kracht op zet... Oh, ik kan er inderdaad... Knappen ze. Oh. Dus misschien is het goed om dan nu de bubble tea af te maken. Helemaal goed. Ja. Daar hebben we dus wat thee voor nodig. Dat mocht dus geen hete thee zijn, want dan lossen die balletjes weer op. En dan dus de melk erbij. Dat gaat mij een hoop geld besparen zo op jaarbasis, denk ik. Dit is hem. Nice. Yes. Lekker bezig. Ga lekker zelf proberen thuis. De alginaatbolletjes die wij hebben gemaakt, dat is een proces genaamd een sferificatie. We maken bolletjes. Dat hebben wij gedaan met behulp van natriumalginaat en calciumlactaat. Het alginaat is eigenlijk een polysaccharide bestaande uit heel veel suikergroepen aan elkaar vast, die ook zuurgroepen bevatten. Nou, een zuurgroep, als die in contact komt met water, dan staat die gelijk zijn H+ af, waardoor het alginaat een lading krijgt. Nou, daarnaast hebben we calciumlactaat. Als we dat in water brengen, dan krijgt het calcium ook een lading, namelijk calcium 2+. Als we die 2 stoffen dan samenbrengen, dan vormen ze een complex, namelijk een gelachtige substantie. En wij hebben daar bolletjes van gemaakt. Maar je kan daar ook andere vormen van maken, zoals snoepspaghetti bijvoorbeeld. Ik zou zeggen, ga lekker thuis aan de slag en deel je resultaten lekker met ons. Succes! Ja, dat ziet er inderdaad wel uit zoals ik gewend ben. Alleen wel raar dat ze naar boven drijven. Ben ik eigenlijk wel benieuwd of die ook zo smaakt als de echte. Nee! Laurens! Wat? Niet drinken! Oh.